Dit is Vera Vlocht. Altijd mooi, hè? Een bruidspaar bij de koppelpoort. Mooi plaatje. Zeker. Een bus zouden wij wel willen, hè, Goof? Ja, dat vind ik wel een romantisch idee. En daar dan mee door? Mee Europa door. Europa door. Heel leuk. Maar de bus is nu een bruidsbus. En we hadden al een bruid in deze vlog. Ah, dit is natuurlijk een ontzettend geliefd plekje. De bruid is even zoek. Als wij nog eens trouwen, gaan we ook hier foto's maken. Bij de koppelpoort. Ja, wij hebben foto's op Prinsjesdag. Ja, waarom? In het centrum van De Haag. In het centrum van De Haag. Mooi, hè? Wat levert even vissen in de Amersfoortse gracht op? Het is echt ongelooflijk. Kijk, wat een hoeveelheid, joh. Stel dat je hier ineens denkt van, hé, maar dat is mijn fiets. Ja, fietstas. Die was ik kwijt. Kijk deze dan hier. Oh ja. Hoog Soeren. Ook bij Apeldoorn. We hebben een heerlijke pannenkoek gegeten. Ik met boerenjongens. En natuurlijk met slagroom. Ja, boerenjongens is met rozijn. Oh ja. Ja. En jij een hartige pannenkoek, hè? Uiteraard, met kaas. En wij komen hier graag, hè? In Hoog Soeren. Ja. Het is hier echt mooi. Het is hier landelijk, het is hier mooi, het is hier groen. Het is helemaal niet zonnig of zo. Maar trouwens, hij komt een klein beetje erbij. Het is hier zo prachtig. Echt prachtig. En absoluut stil. Ja. Hoor maar. Die zijn ook leuk, die gele. Wat een fantastisch gebied is dit toch. Oh. Wat een lekker bankje. Weet je, als het nou aan mij ligt, hè? Dan blijf je hier zitten. Maar... Ja, met dit uitzicht. Ja. Kan ik hier. Met uitzicht laten zien. Ja, met uitzicht heb ik net al gefilmd, gewoon. Oh, ja. Met dit uitzicht en deze temperatuur. Ik zou hier gewoon. Een hele dag kunnen zitten. Nou, ik zou hier gewoon ook met een boek kunnen gaan zitten, bijvoorbeeld. Het is toch een heerlijke plek. Een boek op de bank, een bankboek. Vind je niet? Ja. Jij bent daar te ongeduldig voor, hè? Ja, ik wil lopen. Jij wil lopen. Nou, dan ga jij lopen, blijf ik zitten. Ja. Dan maak jij je stokken. Dit uitzicht verveelt niet. Dat is fantastisch. Vanuit ons bankje. Nou, wat zien we? Oh, een wesp. Hoog Soeren heeft geen straatnaam. Hè? Nee, dat zijn alleen, je. Alleen maar de aanduiding van het dorp, Hoog Soeren, met een getal. Dus je woont in Hoog Soeren nummer 13 of 20, weet ik wat. En hoe weet jij dat, als ik vragen mag? Ja, ik weet alles. Ja, dat weet ik, heb ik ook wel eens. Ik heb geen idee. In ieder geval denk je alles te weten. Hallo. Ik weet niet. Ik weet maar hoe niet. Weet je dit? Ja, hoe weet ik nou? Want ik weet dat niet, maar jij weet dat dan weer. Er woont hier een oud collega van de radio. Ja. En toen, waar woon jij dan? Toen zei hij in Hoog Soeren. Ze zei, ja, hoe heet de straat? Ze zei, we hebben geen straten. Oh, zo weet we hebben alleen maar nummers. Ah, zo weet zij dat. Maar er wonen hier natuurlijk niet zoveel mensen. Nee, hoeveel mensen zouden er wonen in Hoog Soeren? Dat is een paar honderd. Ja, het is hier ook klein. Zo stil, hè? Het is klein qua inwoners, maar fantastisch. Ik denk bij Apeldoorn hoort natuurlijk. Ja. Het is gemeente Apeldoorn. Ja. De rit hierheen was ook mooi, hè? We hebben snelwegen vermijden ingesteld. Ja. Ja, dan rij je gewoon hartstikke mooi.
vanuit Amersfoort. Binnendoor. Ja. Binnendoor. Hé, hey, wij zijn zo wel een beetje jut en jou met pensioenen. Ja, maar op zondag is iedereen even met pensioen doorgaans. Ja, maar, dat is waar, morgen is het weer zondag. Dit filmpje is wel goed bestemd voor al die mensen die tegen mij zeggen... Goh, wat doe jij allemaal? En geniet je. Zit alleen maar op een bankje. Wel. Ja, kijk eens hoe rustig wij op een bankje zitten. Nou. En morgen weer. Nee, morgen heb ik weer dinsdag afspraak. Donderdag afspraak. Jawel, maar morgen heb ik ook een afspraak. Jij ook. Morgen ook een afspraak. Ja, bij de kapper. Maar die duurt maar 5 minuten. Nou, genoeg gekletst. 50 jaar goede contacten. Nou, wat willen mensen nog meer? Goede contacten. Dat is waar het om draait in het leven. Althans, één van de dingen waar het om draait. De bramen komen eraan. Kijk eens. Allemaal bramenstruiken. Ze zijn nog niet rijp, hè, nu? Nee, augustus is de bramenmaand. Ja. Ja, dat weet ik toevallig. Ik weet alles. Nou, dat is morgen. Jij weet ook alles. Ja, want jij wil vertellen van de bramen, maar ik weet, wij deden dat in Waalwijk. Oh ja. En jij? Wij deden dat toen ik vroeger als klein jongetje op Scheveningen woonde. In het gebied van het waterwindgebied in de duinen bij Meijendel. Oh ja. Bij de watertoren. Moest je over een hekje klimmen en dan kwam dan de kodde bij je. En deed jij dat over een hekje klimmen? Tuurlijk. Ja. En dan gingen we een zak vol bramen naar huis en mijn moeder maakte daar jam van. Ja, wij hadden ook een hele pan met bramen. Kijk eens, jongen, het stikt hier van de bramen. Kijk, sommige die hebben al de kleur van augustus. Als je in zo'n huis woont, ja? Volgens mij ga je dan niet op vakantie. Nou, dat weet ik niet. Dit is zo mooi. Ja, het is prachtig. Ik zeg altijd, ik ben een mens van de zee. Ja. Maar als ik nou hier loop... Ik zou hier ook wel kunnen wennen. Het is het een of ander. Nee. S'nachts is het hier hartstikke donker, joh. Ja. We zijn wel op aan. Het is ook helemaal stil, inderdaad. Hè? Je hoort alleen de natuur en ons. Wij kwekken daar doorheen. Kwekkenboom. De boom praat, de kwekkenboom. De kwekkenboom. Nu worden we melig. Dan maak je van een boomkroket. Wat ben je aan het doen? De heg kijken. Altijd over de heg kijken. Altijd bijna allemaal over de heg kijken. Het is trouwens wel een indrukwekkende manier, deze boom. Mooi. Die wil ik ook wel. Huh? Mooi, hè? Eigen weg, huppakee. Wat ga je hier doen, Govert? Streekroman schrijven. Jij gaat hier een streekroman schrijven, maar je hebt eerst nog wat anders af te maken, hè? Ik bid niet voor brunebonen. Ja. Je hebt eerst nog wat anders af te maken. Maar een mooie streekroman kan je hier wel schrijven, ja. Dat denk ik ook wel. Goh. In dat prieeltje, daar zou ik wel willen zitten. Zou ik wel willen schrijven. We zijn in Putten. Sauna-droom zijn we de hele dag geweest. Daar kunnen we natuurlijk niet filmen. Nee. Maar de omgeving, dat mag niet. Logisch. Het is hier zo mooi, hè? En stil. En stil. Ik loop op de begraafplaats Sint-Barbara in Voorburg, Den Haag. Ik ben even bij het graf van mijn moeder geweest. Want die was jarig, 2 augustus, en ik was nu hier in de buurt. Dus ik vond het fijn om even naar daartoe te gaan. Maar de steen op het graf van mijn moeder, ziet er niet uit. Was ook helemaal niet meer te lezen, allemaal mos en zo. Ja, ik kom hier natuurlijk eigenlijk te weinig. Ach, en dan was er een meneer bij een graf, een paar graven verder. Zo lief. Hij ging water halen. Hij ging met een borstel de steen voor me schoonmaken. Hij zegt, kom je iedere dag? Ik houd het wel een beetje in de gaten. Kom je iedere dag bij mevrouw? Zo mooi. En ik heb eigenlijk tegen mijn moeder gezegd hier...
Mam, je had gelijk. Mijn moeder zei altijd, er zijn nog zoveel aardige mensen. Nou, ik heb het bewijs weer hier op haar laatste rustplaats gekregen. Er zijn nog zoveel aardige mensen. Onthoud het maar. En natuurlijk een kaarsje in de kapel. Bij Maria. Dank voor het kijken en vergeet niet je te abonneren.